bak mijn moeskes. Cornelia tot de hand in de boekenbuk. Ik heb een verrassing voor je. Een nijboekje? Nee, geen boek deze keer. Ik heb drie kaartjes van Aqua Zoo. Dat grote dierenpark bij Ljouwert. Binnen er ik leeuwen en olifanten? Nee, die binnen er net. Maar wol, pinguïns en zeehoenen, stokstutjes, zeeberen. Nou, kom maar mee. Dan let ik ze hem al eens je. Mooi. Het is drok bij het dierenpark. Het parkeerterrein zit vol met auto's. Bij de ingang liet Cornelia de kaartjes zien. Als je hem gelok ha, dan wordt de joed een jonge zeebeer bennen. En als dat bad, dan trakteren wij hem in het restaurant op een bak met moeskes. Oh, dat is fijn, Cornelia. Ik ben gek op lietse leer van moeskes. Ronkes je het net zo vleurig. Hij houdt net van moezen. Ik ga liever een bak met brokjes. Hey, Ali en poortjes. Mijn pielken erop. Waar is dat voor, Cornelia? Nou, als we de pielken volgen, dan komen we bij alle beesten los. Dat is de route. Ik wil naar de zeeberen. Zo het liet ze zeebeerken er al wezen. De zeeberen. Even op een kaart zie ik je weer die binnen. Hier binnen de grote roofvogels. Daar zijn de pinguïns. En dan komen de stokstutjes en de aapjes. Oh, hier, bij de zeehoen. Daar zitten de zeeberen. Nou, kom ik al achter mij, jongen. Ik ken een pakkaatje en hoed weer in de matten. Het liek het wel een speurtocht. Ja, een zeeberenspeurtocht. Ze matten heel skoft rinnen. Maar dan komen ze bij de zeeberen. Op een rots in het wetter zussen een grut gries beest. Is dat nou een zeebeer? Het liek het wel een zeehoen. Ja, hij liek het er wel wat op. Is het jonge zeebeerke er al? Nee, nog net. Maar ik denk dat het net zo lang meer wordt. Oh, dan zullen we eerst even bij de orenbeesten. We zijn er zo het balans om, waar ze het eerst goed bezien. Cornelia rint het paad weer om. Ze sjoggen bij de stokstutjes. Die krijgen krek eten. Romke slikkert hem om mijn bek. Lekker! Appeltjes! Oh, maak ik wat? Nee, Romke. Wij krijgen aan ze wat lekkers in het restaurant. Nee, nog net. Eerst alle beesten besjen. Kom, we gaan naar de pinguïns. Tomke mat heel tiet om het jonge zeebeerke tinken. Hij wil het zo graag sjen. Al gauw vreegt er. Zullen we nou dan maar weer naar de zeeberen, Cornelia? Nee, ik wil eerst naar de flamingo's. Die mooie roze vogels, wist wel. Cornelia rintro. Tomke net. Hij wil niet naar de vogels. Hij wil naar de zeeberen. En als Cornelia de bocht omgiet, draaft hij de orenkant op. Hé? Het paad waarom naar de zeeberenvijver. Wie is toe heen, Tomke? Sst! Cornelia maakt het net, Jerre. Ik keer naar de zeeberen. Romke weet net wat er mat. Mat er nou achter Cornelia aan? Of zullen bij Tomke bluwen? Dan draaft er Tomke achter mij. Jemma balans. En dan dat paadje del. De bocht om. In Ien komt er bij een treiensprong. Nou mat er kiezen. De ene kant op. Of de oren. Ik denk van die kant. Nee. Nee? Tomke weet het net meer. Hij kiest de kant die Tomke zaait. Die kant? Maar dat is net het goede paadje. Matten, waarom? We binnen die zeeberen nou. Tomke en Romke rinnen en rinnen. Ze komen bij al je bissen langs. Bissen die ze net jenders jongen ha. We rinnen helemaal verkeerd. Hoe matten we nou waarom? Ik weet het ik net. Ik ga je nog nooit eerder west. Waar is de kaart, Tomke? Ja,
Die had Cornelia. Misschien dat paardje wel. Even letter komen ze bij een grut wetter. De lisse wetterfiets aan de andere kant. Maar geen Cornelia. Tomke begint te goelen. Nu, ik wil naar Cornelia ta. Waar is ze nou? Ze komen me nooit bij thuis. We moeten Cornelia roepen. Misschien komt ze dan vol. Cornelia! Waar ben je dan? Waar ben je dan? Cornelia! Cornelia komt net. Waar ben je dan? Pol een orenvrouw. Ze had een green blouse aan, met de namen van Aquazoo erop. Hé, hey, net zo'n leven, meidje. Ze worden de bissen bang. Waarom roepen je hem zo? We weten net wat Cornelia is. We binnen verdwaald. Och, heen. Nou, kom maar mij, dan breng ik je hem naar het restaurant. Ik denk dat Cornelia daar dan ik wel komt. Ze ziet het grif om je. Ja. De vrouw weet precies waar ze langs moet. Zonder kaart. Al gauw komen ze bij het restaurant. En waar zit hij bij de deur? Cornelia! We vinden die kwiet. Oh, wat ben ik blij dat ik je me zag. Ik heb oor al zacht. Ze gaan er bij een tafeltje in het restaurant zitten. Een ober brengt het drinken. Had je me zin om een bak mijn moeskes? Het er is een jong zeebeerke binnen. Oh ja! Oké. Als de ober weer omkomt, zeit er... Zo, een bak mijn moeskes van Cornelia, hier van Tomke en hier van Romke. He? Lekker eten. Tomke schudt naar de pansjes. Dat is net een bak mijn moeskes. Dat is een beskuut met hagelslag. We hebben in de moezen. Dit is vol een bak mijn moeskes. Zei je dat? Dat dacht ze dat ze een dwarske mijn echte moeskes krijgen zoest, hè? Ja, ik vind moeskes lief. Zal ik de bak mijn moeskes dan maar weer meenemen? Nee. Deze hagelslag vind ik lekker. En die beskuut ik. En toch, Romke. Toch was het net van moeskes, wel? Ah, oh, zulke moeskes. Daar ben ik gek op. Woef. Wat een bak dat. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.